gewoon eng om mensen aan te spreken, terwijl je ondertussen allemaal duivelse opdrachten ingefluisterd krijgt. Ja, veel belletje trekken natuurlijk, maar ook natuurlijk wel portemonnee aan een touwtje, doorzichtig en dat dan wegtrekken, dat soort dingen. En ik heb ook heel vaak gedaan samen met een vriendin, dat ik dan aanbelde en dat ik dan zei, ja, heeft u misschien wat oude kranten? En dat dan zo'n man zei of zo'n vrouw, nee, hier heeft u er een paar. En dan flikkerden we allemaal oude kranten in de gang. Dat vond ik dan fantastisch om te doen, ja. Eigenlijk is dit hetzelfde soort, wat we nu doen met foute vriendinnen, is eigenlijk ook een soort kattenkwaad uithalen. Nou, datzelfde gevoel heeft het. Ja. Dus ik ga eigenlijk weer terug naar dat ik 9 was. Ja, je wordt zelf weer een soort kind. Jij bent een kind. Ik ben een soort kind geworden. Sinds foute vriendinnen ben ik een soort kind geworden. Ja, Tina is kind. Kind wil ik niet zeggen. Maar wel kinderlijk. Ja, eigenlijk is elke dag, elke draaidag is erg. Ja, ik zie het er ook elke keer weer tegenop. En ik heb elke keer een soort gevoel in mijn onderbuik van, oh god, daar gaan we weer. En het is ook weer die spanning. Ja, het is eigenlijk bijna alles eng. Het is gewoon eng om mensen aan te spreken, terwijl je ondertussen allemaal duivelse opdrachten ingefluisterd krijgt. Ja, wat is het engste? Misschien toch inbreken in die mensen hun alledaagse dag. Ja. Dat je ze aan gaat spreken met allerlei dingen die helemaal niet de zaken doende zijn. En die hele dag zit te onderbreken van die mensen. Het is natuurlijk toch intruden, toch inbijten in andermans leven. En dat is gewoon eng, want daar vragen mensen niet om in principe. Nee. Kijk, ze vinden het wel leuk. He, ze kunnen wel van genieten. Hopen we. Heel vaak ook niet. Soms ook niet. Nee, soms worden ze ook boos. Zeker op jou, hè, Tina? Mensen zijn wel boos op me geworden. Maar dat draait ook heel makkelijk weer om. Ik had een moeder en een dochter. Als Ilse dan komt, dan lost eigenlijk alle spanning zich op. En dat is heel prettig. Maar wil jij wel iets zeggen over de moeder en de dochter? Sorry, die moeder en die dochter in die schoenenwinkel, weet je nog? Met die, dan moest ik mevrouw de hele tijd aanraken met een hele lange, alsof jij nu zo met een microfoon in mijn gezicht, moest ik met een hele lange schoenlepel doen. En haar de hele tijd aanraken. En dat vond die mevrouw natuurlijk heel vervelend. Dus die werd op een gegeven moment best boos. Maar toen we zeiden, mevrouw, het is maar een grapje. En ze hoorde van het programma en vond ze het ontzettend leuk. En toen hadden we natuurlijk onze magical joker Ilse die we in gingen zetten. En toen was ons kostje gekocht en vonden ze het eigenlijk heel erg leuk. Dus je weet ook van, nou, er komt het is eindig en het is niet... Het is echt voor de lol en het is niet dat we mensen helemaal kapot maken. Nee. We houden het natuurlijk wel gezellig. Maar die opdracht was wel fantastisch, want Tina moest toen schoenen... zij moest dan de schoenenverkoopster spelen en ze moest dan van een afstandje schoenen gooien naar de klant. Wilt u deze passen? En ze moesten dus met een schoenlepel moesten dus dingen aanwijzen. Uiteindelijk ook iemand gewoon zo... Toch? Of verzin ik dat erbij? Nou, nee, niet het gezicht. Ik deed gewoon hier. Want het gezicht durfde ik dan niet. Nee. Dat gaat me... Daarom had ze een duimpje omlaag, maar dat durfde ze dan gek genoeg niet. Terwijl ik zou mijn hand daar niet voor omdraaien. Ik zou een duimpje omhoog hebben gegeven. Maar goed, dat is een verschil van interpretatie en gevoel. Ik denk elk jaar, dat doe ik echt niet. En dan doe ik het toch. Dus het rare is dat je ook een soort robot wordt op het moment dat je een oortje in hebt. Dus je gaat een grens over, omdat je ook heel plichtsgetrouw wordt. Er wordt beroep gedaan op een heel oud gevoel van, ja, het moet. Ik krijg het ingefluisterd, dus het moet. Gehoorzaamheid. Ja, gehoorzaamheid toch ook. Ja, je doet het dan toch, ja. Ja. Maar ik zou niet in een lift gaan staan en dat die lift dan opeens stilstaat. Of dat ik in een achtbaan moet met zo'n beugel over mijn borst. Nou ja, als je me echt in paniek wil krijgen, dan moet je dat doen. En dat is geen leuke televisie meer. Dat vindt zij wel, maar ik zelf niet. Nee, precies. Kijk, en ik zou bijvoorbeeld als er kale ratten over me heen zouden moeten kruipen, dat zou gewoon pure angst zijn. En dat is meer fear factory en niet echt foute vrienden. Ja, dus het moet wel enigszins leuk. Dus als er echt paniek toestaat en allerlei... kalmeringsmiddelen te pas zouden moeten komen, dat is voor ons wel de grens. Dat alhoewel we Annemarie natuurlijk wel echt aan de Valeriaan is gegaan voor haar opdracht. Hè? Ja, ja, ja. Zij moest natuurlijk over een rode loper in een werkelijk verschrikkelijke outfit. En daar hebben we wel een aantal beta-blokkers zijn er wel aan te pas gekomen. En ze heeft ook een heel klein huiltje gedaan. Toen ze van de rode loper afkwam, heeft ze een heel klein huiltje gedaan. En wij ook. En wij ook. We moesten haar natuurlijk troosten en dat hebben we ook gedaan. En ondertussen natuurlijk in onze kleine rattige vuistjes gelachen, omdat we het toch ook wel weer leuk vonden.